Hallo lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar mijn kanaal. Ik ga vandaag een liefdeslegging doen, dus we gaan even kijken wat ik over mag brengen naar jullie. Allereerst welkom voor de nieuwe kijkers en nieuwe abonnees. Kijk even of het met je resoneert. Neem alleen een stuk wat passend is voor je. En voor de mensen die mij zijn gaan volgen op Instagram, hartstikke leuk. Daar ben ik eigenlijk dagelijks wel actief. Af en toe natuurlijk ook wel even mijn rustdagje. Even gewoon helemaal aan de stekker. Even opladen. Even van afstand van social media. Maar ja, dus post ik eigenlijk andere content. Ook wel dagkaartjes. Maar ook wel informatie over andere thema's. Periode van de nieuwe maan, volle maan, dat soort dingen. Ook andere artikelen. En daar post ik op wanneer ik een nieuwe video upload. Dadelijk in de vakantie zal ik iets minder gaan uploaden. Dan wil ik lekker gaan genieten van de tijd met mijn kindjes. Kindjes, kinderen. Ze zijn al mijn oudste worden 18. Dus en zelf heb ik mijn verjaardag nog tussendoor. Dus we hebben net de verjaardag van de andere twee gehad. Want ik heb 4 kinderen. En ik heb de jongste en mijn tweede heb ik 3 dagen na elkaar jarig. En de oudste en de middelste, zeg maar even. Daar zit ik geloof, even denken. 9 dagen tussen. Dus het zit lekker kort allemaal op elkaar. En in de vakantie horen we nog natuurlijk ook lekker te genieten. De periode als mijn kindjes dus bij hun vader zijn, wil ik wel wat video's gewoon op blijven nemen. En het kan ook zijn dat ik misschien zelfs wat in het horen opneem. Want de berichten zijn natuurlijk tijdloos. En kunnen eigenlijk altijd overgebracht worden. We hebben glinstering, we hebben flexibel en gezegend. Doordat jij in een bepaalde situatie meer inzicht bent gaan verkrijgen, ben jij nu zegeningen naar je toe aan het halen. En dit komt omdat jij bent gaan stralen. Jij bent vanuit jouw kracht gaan stralen. Jij bent eigenlijk uit dat ei aan het kruipen. Jij bent aan het opbloeien. Daardoor kun je heel veel mooie dingen naar je toe halen op dit moment. Oké. Wat mag ik hier verder over weten? Deze liefdeslegging. Het is gewoon alweer juli. Hoe gaat de tijd toch snel? Ik weet eigenlijk ook helemaal niet hoe die vakanties zitten met de grote vakanties. Bij mij hebben ze alle 3 die hier wonen, hebben met 2 hebben dezelfde vakantietijd. Die hebben geloof ik 16 juli vakantie. En de jongste die moet dan nog een week naar school. Dat is zo onhandig. Dan ben ik nog tussendoor even ergens nog een keer jarig, zeg maar. Dus allemaal gezellig. Je hebt veel kopzorgen gehad, waar je zelf 's nachts wakker van werd. Maar doordat jij vanuit een ander perspectief naar dingen bent gaan kijken, kun jij nou die stabiliteit weer op gaan bouwen. En daardoor heb je dus een bepaald torenmoment gehad, waardoor er dus een nieuwe start er kan komen. Dat kan dus komen omdat jij dus die buigbaarheid hebt ontwikkeld.
En dus ook de schoonheid vanuit jezelf bent in gaan zien. Waardoor jij zegeningen nu naar je toe aan het halen bent. En jouw kopzorgen dus eigenlijk gewoon niet meer nodig zijn. Maar er komt van alles naar je toe. Moet ik die pakken? Oké. We hebben de 2 van munten, we hebben de ster en we hebben de 8 van staven. Af en toe kun je nog wel eens uit balans komen. Waardoor je dus die kopzorgen nog krijgt. Maar ik hoor dat je eigenlijk hier heel stabiel aan het groeien bent. Kun je hier natuurlijk ook zien dat ze die... doordat ze die flexibiliteit ervaart, kun je dus en dat stabiele begin, je kunt die balans vinden. Jij bent in balans. Je staat er zo sterk. En daar heb je dus nou jouw juggelen in gevonden. Doordat jij dus nu een wens uitgesproken. En dat heeft te maken dus met dat nieuwe stabiele begin. Deze gaat uitkomen. Omdat jij nu de juiste richting in aan het gaan bent. Daar kan dus ergens, dit kan snel verlopen. Na dat torenmoment kan er snel iets komen. En dat kan dus te maken hebben met die zegeningen. Maar het kan ook te maken hebben met bepaalde communicatie wat op jouw pad gaat komen. Dus dat doen we eens even. Zo dan maar even. Lekker autistisch weer. Kaartje onder de 9 van spaden. Oh, alle 2. Ja. Doordat jij nu de balans terug hebt gevonden uit jouw denken bent en gegaan, is het rad kunnen gaan draaien en kan er dus ook wel echt snel actie ondernomen worden. Mag ik een kaartje onder de paasje van munten en de ster. Dus jouw wens ligt centraal in deze legging. Deze af, want de tik, daar word ik ook een beetje kriebel van. Je bent wel heel erg op je hoede. Let op dat je je eigen niet voor de gek houdt. Hoor ik. Geen idee waarom, maar... Ik wil daar nog wel even een kaartje op. Kaartje op 7 spaden. Waarom ligt die hier? Ja. Terugvallen in oude patronen kreeg ik al door. En dan krijg ik de duivel erbij. Het kan zijn dat jij vanuit angsten weer terug gaat vallen in je oude patroon. En dus eigenlijk je eigen beetje aan het... sodemieteren bent in deze situatie. Omdat je dan even niet meer die buigbaarheid hebt. En mee kunt gaan op de flow. Omdat je dan eigenlijk star vast blijft houden aan iets anders. Maar ga weer terug naar je intuïtie. Vanuit daar zul jij de juiste keuzes wel kunnen maken. Let ook op met wensen. Dat als jij iets wenst, dat het wel met de juiste zuivere intentie is. Anders kan het zijn dat het verkeerde op je pad gaat komen, waardoor je dus weer een levensles moet leren en dus weer een torenmoment zou kunnen gaan komen. Dus meerdere stukjes.
kaartje onder de toren en de 8 van staven. Ja, 2 van bekers. Ik denk dat dit echt, het voelt voor de meesten dat het te maken heeft met jouw acceptatie en ja, dat je in zelfvertrouwen bent gegroeid. Dat je eigenlijk die cup aan je eigen aanreikt en dat je daar je balans in mee gaat vinden en dus een nieuw begin kunt creëren. Ik ga even de verdieping in waarom deze hier ligt. Ze willen niets. Ja. Oké. Zal ik die camera's even iets anders zetten, want dan zien jullie denk beter. Hè? Zo. Altijd handig. Oh. Nou. Even voelen hoor. Dat kan nu een nieuwe fase gaan beginnen, omdat jij dus in jouw kracht bent komen te staan, je bent gaan stralen. Je hebt wel heel veel al meegemaakt en ook aan gewerkt, aan bepaalde helingsstukken. Je houdt nog vast aan iets wat losgelaten mag gaan worden. Hier zul jij duidelijkheid over gaan krijgen dat je juist los gaat laten. Je voelt af en toe nog wel een beetje die strijd daarmee. Of dat jij bang bent dat je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Dat je voor het juiste hebt gekozen, voor jezelf hebt gekozen. Maar doordat jij hier heel erg hard aan het werken bent, zul jij je eigen hier verder in gaan ontwikkelen. Je bent nu deze nieuwe situatie waar je in zit, meer eigen aan het maken, waardoor jij dus meer zelfvertrouwen krijgt en dus ook meer in je kracht komt te staan dat dit de juiste keuze is. Probeer dan die angsten en illusies en ja, die strijd in jezelf los te laten, want dat kan dus nog wel eens degene zijn waar jij dus waar jij mee op moet letten dat je daar niet in die patronen terugvalt, want dan kun je behoorlijk hard terugvallen. Maar je hebt nou de juiste beker gepakt en daar ben je ook hard mee aan de slag om dat eigen te maken. Om te groeien in jouw ontwikkeling en dus eigenlijk zo ver te ontwikkelen dat het gewoon voor een dagelijks iets is waar jij dus geen moeite voor meer hoeft te doen om deze situatie in deze stand te behouden. Wat mag ik nog meer weten over de het laatste rijtje, waar heeft dat mee te maken? Waar gaat die 8 van staven en 2 van bekers over? Het heeft natuurlijk met zelfliefde te maken. Of communicatie vanuit een andere persoon. Nou, jij komt volledig in je kracht te staan. Jij met zelfverzekerd, jij kunt dat nieuwe stabiele begin creëren. Dit heb jij voor elkaar gekregen omdat je dus bepaalde inzichten hebt gekregen. Omdat jij aan jezelf aan het werk bent gegaan, knopen door hebt gehakt, het juiste pad door of in bent geslagen, hoor ik. Waar heeft de 8 dan mee te maken? 10 van bekers overvloed. Kan ook de Happy Family kaart zijn.
Ja, jouw wens is. Het heeft met jouw wens te maken. Om toch een bepaalde connectie met iemand weer te krijgen. Waar je dus een stabiele basis op kan bouwen. Waar jij geen kopzorgen meer hebt over een bepaald patroon waar je in zat. Je hebt je balans daarin gevonden. Dat je dus in je kracht bent gaan moeten staan. Dit is, en je hebt dus een bepaalde knopen doorgehakt. Waar je niet volledig met emotie hebt gehandeld, maar gewoon sterk. En krachtig die knoop door heb gehakt. Niet met al te veel emoties. Doordat jij deze stappen doorlopen hebt, keuzes hebt gemaakt, heeft toch wel de uitkomst met een geliefde te maken. Waardoor jij een stabiel nieuw begin kunt creëren. En we hebben de Emperor, dus... En er zal toch een verbintenis aan gaan komen. Nog even hier wat van. Dat is eigenlijk de persoon die jij op je pad wilde hebben. Maar jij kunt dus naar achteren nog even terugvallen. In de persoon dat je denkt van... heb ik dit wel verdiend? Is dit het wel? Is dit wel het juiste? Wil ik dit wel? Durf ik dit wel? Die moet ik wel, die niet. Okay. Maar omdat jij... we hebben healthy choices en passion. Jij zult uit... Omdat je dus zelfliefde hebt gekregen en dus in een bepaalde situatie mee aan het veren bent, eigenlijk waar het universum jou naartoe laat stromen, maak je gezonde keuzes. En dan zul je dus ook merken dat die persoon die op je pad aan het komen gaat, dat kan dus nu, voor sommigen geldt het natuurlijk dat je in het eind van een bepaalde cyclus zit, en dat het nu al de tijd gaat worden dat die persoon, binnenkort op je pad zou kunnen gaan komen. En voor een ander geldt het nog dat je dit hele traject eerst nog door mag gaan lopen om vervolgens die handreiking te kunnen gaan krijgen. Maar geniet er dan van. Ga vanuit passie. De chemistry is er tussen jullie twee. Dus ja, dat kan toch wel wat op gaan bloeien. Mag ik hier nog iets meer over weten? Nee, mag hier niks meer over weten. Oké. Nou, lieve mensen, voor wie dit bestemd is, ik hoop dat het met je resoneert. Laat het anders even weten in een reactie of een duimpje omhoog. Mocht je me willen volgen op Instagram, dan staat het linkje beneden in de beschrijving. Je kunt me ook altijd een privéberichtje sturen als je dat fijner vindt. Of aanvragen doen voor een privé reading. Kan ook via mijn e-mail of Instagram DM. Dus mocht je daar interesse in hebben, kan dat altijd. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Dankjewel. Doei doei.